Dit is het Mindset Werkboek. In dit werkboek wordt de growth mindset van kinderen gestimuleerd. Ze kunnen zelfstandig bladzijden invullen en deze eventueel bespreken met een ouder of leerkracht. Vandaag ga ik jullie meenemen in de top 5 van mijn favoriete bladzijden uit het boek. De eerste pagina die ik met jullie wil bespreken is de uniek pagina. Elke vingerafdruk is uniek en in deze vingerafdruk mag je opschrijven wat jou uniek maakt. Dan de Ik blijf leren pagina. Hier schrijf je op wat je allemaal hebt geleerd. Dus je schrijft op wat je als baby hebt geleerd, wat je als peuter hebt geleerd, wat je nu hebt geleerd en wat je nog wil leren. En het leukste is dat je overal een tekeningetje bij kan maken. De uitvinding pagina. Op deze pagina mag jij ontdekken welke uitvindingen per ongeluk zijn uitgevonden. Wist je bijvoorbeeld dat cola is uitgevonden door een apotheker die op zoek was naar medicijn voor hoofdpijn? Deze pagina is ook echt heel leuk. Deze pagina bevat een verhaal over Timo de paardenbloem. En ik laat jullie nu toch stiekem alvast de volgende pagina ook zien, want hier gaat het verhaaltje verder. En het is een verhaal over leren en opnieuw proberen. En tot slot hebben we hier dan het happertje. Superleuk. Het is een beetje een knutselproject, want je kan hem dus uitknippen en zelf in elkaar zetten. En hier staan allemaal super interessante vragen op om te bespreken met elkaar. Dus, het Mindset Werkboek. Een superleuk en leerzaam werkboek waarin je bezig gaat met je growth mindset door allemaal leuke pagina's in te vullen. En hij is ook nog in het Fries beschikbaar. Hoe leuk!